Hey girls, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video over Snoebit. Hi, ik ben Noah en ik neem jullie weer een paar dagen mee in mijn leven. Ik heb me vanochtend klaargemaakt, heb ik lekker een TikTokje gemaakt. Get ready with me. Ik ga nu met mijn moeder naar Harderwijk, gaan we even lekker wat ontbijten. En ik heb er echt heel veel zin in, want ik heb eigenlijk wel echt heel erg veel trek. Dus we gaan. En ja, ik neem jullie lekker mee. Ik hoop dat jullie zin hebben in deze video. Als dat geval zou ik het leuk vinden als je een duimpje omhoog zou willen doen. En misschien op mij wil abonneren, want dat betekent heel veel voor mij. En dan gaan we lekker beginnen met deze vlog. Ondertussen 10 voor 11. En ik was gaan douchen. Echt vet vroeg. Volgens mij kwart over. Nee, of was dat gisteren? Oh nee. Vandaag ging ik douchen om 5 voor 8. Maar om 7:15 ging ik foto's bewerken. Love my life. Anyways. Ik vul nog even mijn waterfles. En dan kunnen we gaan. Ik heb zoveel zin in. Ik hoop echt dat ze een lekker ontbijtje hebben. Want ik heb echt zin in lekker ontbijt. Nou girls, we zitten. Het is heel leuk, want we hebben zo lekker uitzicht op het water. En daar is lekker gras. Ik heb hier, oh, mijn tas dieft. Een broodje met geitenkaas. Kijk hoe dik vette blok kaas. Ik ben heel benieuwd. Het ziet er wel lekker uit. Mama heeft een broodje met zalm en ei. En ik ga lekker eten, want ik heb echt honger voor mijn leven. Het is 12 uur. En nu zijn we lekker hier aan het lopen. Kijk hoe leuk die bloemetjes. En kijk. Ik weet niet of jullie me horen, want er staat heel veel wind. Maar, of nou ja, heel veel wind. Er staat wind. Kijk, superleuk. Kijk, helemaal chille vibe. I love it. Dus wij zijn lekker aan het lopen. En we kijken wel waar we uitkomen, want ik heb echt geen idee. Ik heb hier namelijk echt nog nooit gelopen. Ik ben namelijk echt nooit in Harderwijk. Hey girls, we zijn weer thuis. Ik zie er echt niet uit, maar daar gaan we even niet op letten. Het is ondertussen 2:55. En ik had wat dingen gehaald. Ik dacht ik ga even een unboxing geven, want dat vind ik leuk. Ik heb hair color remover gekocht. Want ze zeggen dus dat je haar... Ik heb 2 verpakkingen gekocht, want ik dacht mijn haar is best wel lang. Het is niet echt dik meer, maar het is nog steeds wel lang. Dus ik dacht van misschien heb ik wel veel nodig. I don't know. Dan heb ik in ieder geval liever genoeg dan te weinig. Dus dat heb ik gehaald. Dat gaat je haar lichter van worden. Ik ben benieuwd. En toen hebben mijn moeder en ik de hele Excels leeg gekocht. Met alle snacks. We hebben deze chocoladevingers. We hebben deze vanillewafels. Oh, we hebben deze Chips Ahoy Chocolate Chip Cookies. En er stond dus op dat het een mixverpakking was. Maar ik ben eigenlijk dan wel benieuwd wat het dan voor een mix is. Oh. Dat kan ik nu nog steeds niet zien. Er staat chip mix, maar er staat verder echt helemaal niet wat het is. Oké, dat is raar. Maar ik zal wel. Ik kom er vanzelf achter, ik ben benieuwd. En dan heb ik nog een zak popcorn met karamel en salty. Vet, lekker. En dan hebben we deze chocolade dingen. En hier zit een vanillevulling in. En hier zit een hazelnootvulling in. Vet lekker. En dat was in de korting, dus het was maar 1 euro per stuk. Mijn moeder heeft nieuwe placemats. Ik heb zonnebrand gehaald. Of nou, mijn mama heeft betaald, maar voor mijn vakantie. 1 plus 1 gratis, dus dat is mooi. Paracetamol. Want ik heb echt de hele dag, echt al, nou volgens mij sinds dinsdag heb ik al hoofdpijn. Het is echt super irritant. Echt vermoeiend. Anyways. Meshes, want die wij hadden waren echt kapot, vervelend. Die sneden gewoon niet. Ik zweer, je kon zo hard doen als je wil. Er gebeurde letterlijk niks. We hebben truffel mayonaise gekocht, want we gaan vanavond eten. En dan gaan we nog zoete aardappelfriet erbij doen. En dan moet er natuurlijk truffelsaus bij. En ik heb nog een ring gehaald. Hij is echt zo leuk. Ik heb zoveel zin. We gaan lekker nu onze serie kijken. En ik heb gewoon echt zin in niks anders dan gewoon even chillen. Kijk, het is een bloemetje. Hij is zo leuk. Ik vind hem echt geweldig. En hij is ook verstelbaar, dus dat is mooi. Ja, I love it. Dus dat is wat we gehaald hebben. En ja, ik ben heel benieuwd om al deze snacks te gaan taste testen. Dus ik ga denk ik straks een bakje maken. En dan ga ik van alles wat pakken. En dan ga ik lekker alles snoepen. Maar dat laat ik straks nog wel even zien. Anyways, ik heb het echt 180 graden. Dus ik ga even iets luchtigers aandoen. En ik ga even smoothie maken. En dan gaan we lekker onze serie kijken. Ik heb er echt zoveel zin in.
Nou girls, mama en ik gaan deze film kijken, Table 19, superleuk. En we hebben lekker snacks. We hebben hier lekker een brietje met toastjes en kruidenkaas. En hier hebben we allemaal lekker zoete aardappelpatatjes en piccolini's en mozzarella sticks en truffle mayo en chili saus. Super lekker. En wij gaan lekker filmpje kijken. Zin in. Hey girls, het is 10:10 en ik ben nu klaar. Ik ga naar mijn vader toe en dan ga ik daar de laatste spulletjes pakken en dan ga ik richting Texel. Ik ga namelijk vandaag naar Texel. Ik blijf daar een nachtje slapen, want een vriendin van mij zit daar op de camping met haar ouders. En ze hadden gevraagd of ik een dagje langs kwam. En natuurlijk wil ik een dagje naar Texel. Dus dat gaan we doen. Ik ga nu de auto pakken en dan rijd ik naar mijn vader. Ga ik daar de laatste spulletjes pakken en dan zie ik jullie als ik jullie weer zie. Ik schrok me helemaal rot. Ik dacht dat ik mijn camera was vergeten. Wat een sukkel. Anyways, ik ben even bij de Albert Heijn, want ik dacht ik ga even een ontbijtje halen. Ik had van thuis even een zakje met aardbeidjes meegenomen, zodat ik die onderweg lekker kan snacken. En ik heb nu bij de Appie, wat is dat ding? Oh, hier. Een knijpjoghurtje gehaald met frambozensmaak, want dat is gewoon lekker. En ik heb even een lekkers meegenomen voor daar, omdat ja, gewoon soort als bedankje. Ik wilde niet met lege hand aankomen, maar ik kon ook niet echt lekker taart meenemen, want ik moet nu nog 1 uur en 3 kwartier rijden. Dan moet ik nog op de pont. En voordat ik er ben, is alles bedorven. Dus ik heb deze. Dit zijn mini pecan karamel koekjes. En dan heb ik deze. Dit zijn roomboter mini appel noten pecan roomboterkoek. Dus dat heb ik mee voor de lekker. Ik heb even een flesje water gehaald. Ik dacht die leg ik in de auto. Als ik dan morgen hier aankom en weer in de auto ga zitten, heb ik lekker een flesje water. En nu ga ik eventjes in de navigatie invullen het adres en dan ga ik rijden. En het is nu 10:58, dus ik ben goed op schema. Want ik had gezegd tegen Kier. Ik had tegen Kier gezegd dat ik om 11 uur ging rijden. Dus dat is top. Ik heb er echt super veel zin in. En ik zie jullie als ik bij de pont ben. Oh, ik ben zo excited. Hey girls, er staat nu, als ik nu ga rijden, dat het 1 uur en 49 minuten duurt. Dan ben ik om 12:43 in Den Helder. En dan kan ik op zich de pont pakken van 1 uur. Dus daar gaan we voor streven. Ik ga lekker rijden. Ik zie jullie daar. Ach, ik heb er zoveel zin in. Hey girls, ik zit. Er ben je dit? Ik had echt ziek honger. Dus ik heb even een muffin gehaald. Want dat alles en ik dacht, waarom niet? Superleuk. En ik wilde eigenlijk een Insta-post plaatsen, maar mijn telefoon is leeg. Dus ik wil even de batterij besparen, zodat ik zo meteen nog wel hier kan bereiken. Want nu komen we ophalen, super lief. Dus ik ga gewoon lekker lezen, want ja, dat is eigenlijk ook veel leuker. Dus ja, ik heb lekker mijn boek mee. Ik ga lezen en ik zie jullie als ik er ben. Ik heb er zoveel zin in. Girls, I made it. Ik moet nu alleen nog de uitgang vinden. Waar ik heen moet. Om er echt uit te gaan, om er achter te gaan. Maar I made it. Ik ben zo blij. Alleen het was zo gemakkelijk. Ik zweer, ik weet niet wat ik altijd mezelf aan doe. Maar die muffin had blijkbaar vulling. Dat wist ik niet. Dat vind ik niet erg, want daar hou ik van. Die muffin die had dus vulling en dat vind ik echt vet lekker, alleen ik wist het niet. Er zat dus karamelvulling in, maar dan is het zo awkward om te eten. Ik zat er helemaal onder, as per usual, ik stond echt verschut. Maar ja, hij was zo lekker. Ik ga hem morgen weer halen, maar dan ga ik hem gewoon in de auto eten. Anyways, volgens mij moet ik hierheen. Ik ga even hier zoeken en dan zie ik jullie zo. Het duurde echt zo kort, vond ik echt jammer. Het is maar iets van 20 minuten of zo, maar het mocht voor mij wel echt langer duren, want ik vond het echt leuk. Maar ja, ik ga. Ik zie jullie daar. Hey girls, ik ben in de Jumbo. Ze hadden me gevonden. En we zijn nu boodschappen aan het doen, omdat we dus gaan barbecuen. En zo lekker. Ik heb lekker watermeloen gekozen. En je hebt dus zo'n lijfhack hoe je een lekkere watermeloen kan vinden. Dus ik zei dat, van deze watermeloen is rond, dus dat betekent dat het een vrouw is. Dat betekent vrouwen zijn zoeter dan mannen. En er stond zo'n man naast me en hij was echt een tijd van girl. En ik dacht echt, meneer, educate yourself, want zo haal je gewoon altijd lekkere watermeloen. Anyways, wij gaan nog even boodschappen doen. En kijk, dit is de watermeloen in kwestie. Yummy! En ik zie jullie als we er zijn! Oh my god, girls, er is dus een marktje op de camping. Maar kijk nou, het is allemaal helemaal leuke Ibiza-style, leuke dingen. Ik ben echt helemaal obsessed. I love it. Er zijn veel meer kraampjes. Ik laat zo wel even alles zien. Maar ja, we zijn nu dus op de camping. We hadden net even mijn spullen bij Kier de huisje gezet. Oh, ik zie Kier. Ik was er even kwijt. Ik dacht, waar is ze, waar is ze? Maar ik wil niet te veel mensen filmen, maar kijk. Helemaal vibes, echt heel leuk.
Girls, Kira en ik hebben crepe. En ik heb er lekker kaas op, zoals je hier een beetje kan zien. En Kira heeft poedersuiker. Oh, poedersuiker met Nutella, aardbeien. Helemaal yummy. En we zitten hier op van die banken. En we hebben lekker een Aperol Spritz besteld, maar ik zeg lekker. Maar eigenlijk lust ik dat niet, want het is zo bitter. Ik vind het altijd zo lekker uitzien. Ik wil het zo graag lusten, maar ik heb er echt scheidhekel aan. Maar ik dacht, we gaan het gewoon proberen. Want het is echt wel weer 2 jaar geleden, denk ik. Of 1,5 jaar geleden, voor het laatst heb gebeurd. Dus ik dacht, ik ga gewoon meteen testen. Als ik het dan niet lust, dan ga ik gewoon een artje gooien. En ik moet gewoon leren drinken. Ik ga lekker eten. Ik zie jullie zo. Jongens, ik heb mijn drink hier op de grond gezet. Dan, ik hier zeg, oh my god, dat is zo gevaarlijk. En ik heb zelf mijn glas omgetikt. Anyways, we hebben dus onze Aperol Spritz. Ik heb behoorlijk mijn glas omgegooid. Maar ja, anyways, hij is lekker, want er zit niet zo'n bittere smaak aan, wat normaal wel zo is. Dus als jij daarvan houdt, vind je hem hier niet lekker. Maar ik vind hem dus wel lekker. Ik ga hem nog even opdrinken, terwijl die van Kira op de grond ligt. Misschien kan je een rietje vragen, dan... Bye. Anyways, we zijn lekker beverbende aan het spelen. Love it! Nou, girls, we zitten nu op Kira de balkon, want ze heeft een tuin en een balkon, slee. En we gaan even verder spelen, want we hadden het niet afgemaakt, want we zaten in de schaduw. En toen vroegen we of dat parasol omhoog of naar beneden mocht. Zij zei, nee, liever niet. Dus zijn we weggegaan en hebben een boodschap gehaald. En nu zitten we lekker op het balkon. Gaan we verder spelen. Ik heb lekker een pina colada. Oh my god, ik wist niet dat dit zo lekker was, maar het is echt lekker. Of nee, ik wist wel dat de pina colada lekker was, maar niet uit zo'n blik. Maar het is echt 10/10. En we gaan even verder beverbende spelen. En ja, dan zie ik jullie zo. Hi girls. We gingen net samen met het zusje van Kier en een vriendinnetje van Kier, nog een ander meisje hier. Dus gingen we even beverbenden. En we gaan nu lekker eten. Ik heb net lekker de watermeloen gesneden. En guys, hij is echt perfect. Ik ben super blij. En nu ga ik mijn ding bakken. Ik heb een of andere spinazie, kaas, ding. Deze gehaald. Vet lekker. Dus wij gaan lekker eten. Nou jongens, ik heb een bord. En ik zal het even laten zien. Ik heb mijn ding gebakken en hij ziet er zo lekker uit. Maar hij moest eigenlijk een kwartier. Ik heb letterlijk maar 7 minuten gedaan. Ik heb watermeloen, ik heb persik, ik heb broodje. Ik heb nog een broodje. Ik ga lekker smallen. Ik lust op zich ook wel wat. Lekker, lekker. Girls. Kijk hoe lekker dit is. Oh my god, Kier en ik heb een super groot ijs gehaald. Met 2 bollen per persoon. En dan slagroom en deze wippelandse raam. En dan ook nog... Met verse aardbeien, super lekker. En normaal zit er aardbeienjam bij. Of aardbeiensaus of zo. En nu was dat op, dus toen mochten we zelf kiezen. En nu heb ik karamelsaus. Nou, dat is natuurlijk echt veel lekkerder überhaupt dan aardbeiensaus. Mmm. Dus ik ben helemaal blij. Welke smaak heb jij? Oh. Ik heb wit chocola pistache. Echt zouten karamel. En Kira die heeft monchou en citroen sorbet. Is lekker. As usual. Ja, tuurlijk. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Cheers. Girls, we made it. We hebben onze fiets geparkeerd. En we hebben vandaag nog niet genoeg gegeten, dus we hebben snacks. Denk je, oh my god, wat een fatties. Nou, je hebt nog niet eens alle snacks gezien, want we hebben meer dan dit. Ik heb dit alleen vast en de rest zit allemaal een keer in de tas. Maar ja, daar zo hebben we net onze fiets geparkeerd. Kijk, ik ging juist achter je langs. Geen stress, kip 6. Daar hebben we geparkeerd. En nu moeten we hier naar boven en dan naar beneden. En dan zijn we er en ik ben zo happy. Hij gaat sowieso echt zo hard spuiten omdat we ermee hebben gefietst. Ik doe hem wel even de andere kant op. Oh, we zijn een bordje vergeten voor de kaas. Oh no. Oh no. The table. It's broken. Oh, maar kijk, we kunnen zo. Oh, wat goed. Waar is die dop in? Oh. Wauw. Ja, je weet toch. Wow. Het is gewoon een goedkope IKEA set. Ik weet dat je dat niet... Dat is echt zo niet waar. Ik zeg, oh, dat is wel genoeg toch? Ja. Met die shirt erbij. Zegt degene die 2 badkamers wil op haar vakantiehuis. Die dopper heeft een soort van open. Dat kan toch niet? Een soort van, zeg ik. Kier, dat kan niet. Pak okay. Even die dop, probeer maar zelf. Waar is die dop? Die dop is ondertussen zo dik. Waar is die dop? Die heb ik in de tas gedaan. Kijk dit. Ja, kan toch even. Er komt toch in ieder geval geen zand in. Zie jij hier zand? Zie jij hier zand? Yippie! Maar nou een stuk dat we gelijk al die snacks openmaken. Ik heb er zoveel zin in. Thank you.
Hey girls, we zijn terug parkeer bij het huisje. En gelukkig heeft ze een superleuke grote tuin. En daarachter dat gras hoort ook nog bij een huisje. Dat is voor jou. Want het is echt mega koud op het strand. Omdat er zoveel wind stond en wij de weg. Dus we hebben de snacks hierheen verplaatst. En we gaan nu hierachter in het gras. Gaan we lekker badmintonnen. Ik heb er zin in. Dus we gaan gewoon hier zo. Kijk, kapot veel ruimte. Echt helemaal slee. En hier is het echt wel echt goed te doen qua temperatuur. Hey girls, Kier en ik hadden nadat we gingen badmintonnen even gerummikupt en nog wat gesnackt zoals jullie zagen. En ja, we gaan nu lekker slapen eigenlijk. Ik ga lekker mijn make-up eraf halen en mijn lenzen uitdoen, want ik heb zulke droge ogen van het autorijden omdat ik toen de airco dus aan had. Nu heb ik echt helemaal van die crusty dusty uitgedroge ogen. Dus ik ga lekker mijn make-up eraf halen, mijn lenzen uitdoen en dan ga ik lekker slapen. Dan gaan we morgenochtend om 9 uur met z'n allen ontbijten. Dan gaan we hier en ik daarna lekker zwemmen. En ik heb er echt super veel zin in. En ja, ik ga ook even mijn batterij opladen, want mijn camera is leeg. Dus ik ga lekker slapen. Het is trouwens echt nog heel vroeg. Het is letterlijk 5 voor 11. En ik zie jullie lekker morgen. Hey girls, het is de volgende ochtend. Het is ondertussen 10 uur, het is echt nog vroeg. Het is 6 over 10. En Kier en ik zijn onderweg naar het zwembad. We gaan lekker zwemmen. En er is een wildwaterbaan. Er zijn ook andere glijbanen, dus dat is wel echt heel erg leuk. En ja, vanochtend hadden we lekker ontbeten. Kapot lekker, ik had een croissant. En ik zag het zusje van Kira geroerei doen op dat croissant. En dacht ik, oké, ik ga dan ook deze testen. Dat had ik een stukje gedaan. En het was echt veel lekkerder dan ik had verwacht. En de rest had ik met jam gegeten. En dat was al helemaal lekker. En ja, nu gaan we lekker zwemmen. En de zon is echt heel fel. Ik kan amper mijn ogen openhouden. Maar we lopen lekker op dit pad. I love it. Yippie. Nou girls, de zon is nog steeds zo fel dat ik mijn ogen niet eens normaal open kon houden. Maar Kira en ik zijn even aan het opdrogen in de zon. Daar is de zon. Oh nee, er gaat echt net een wolk voor. Er gaan de hele tijd wolken voor. Dan gaat hij weer weg. En dan komt hij weer. En dan is hij weer weg. Anyways, we hadden echt super lekker gezwemd. Nou ja, ik denk 40 minuten of zo. En nu zijn we aan het opdrogen. En dan gaan we weg, I guess. En ja, dat is mijn update. Dus we zitten even lekker in de zon. En als de zon schijnt, is het wel echt heel lekker warm. Anders is het een beetje fris. Oh, het ziet er echt heel heftig uit. Ik kan niet meer. Hey girls, het is 11:15. En we zitten weer in de tuinbak hier. We hebben lekker een donut. Hier is normale alioli en safraan alioli. Kaas, stokjes, ananas, smeerkaas, broodje. Super lekker. En we zitten dus weer lekker in de zon. Nou ja, soms is de zon een beetje achter wolken, maar het is wel echt super lekker. Ik heb echt heftig uitgeroeid. Anyways, ja, dat is mijn update. We hadden lekker gezwommen. Veel glijbanen afgegaan op zich. Nou, gewoon allemaal en sommige 2 keer. En dat was de vibes. En nu gaan we lekker chillen. Hey girls, het is 11:55. Kier en ik gingen net weer badmintonnen. Alleen, we kunnen gewoon echt helemaal niks. Want we kunnen niet eens tot de 20. We zijn tot de 19 gekomen op z'n verst. Het is... Ah! Ik sta echt op iets super hard. Het is echt embarrassing. Anyways, we gaan nu weer in de tuin zitten. En we gaan mediteren. Ik ben echt excited. Ik heb het alleen nog nooit gedaan zonder dat ik daarna in slaap ben gevallen. Dus we gaan zien wat er gaat gebeuren. Ik doe namelijk altijd voor het slapen gaan. In plaats van gewoon overdag of zo. Hey girls, dit ding achter ons. Dan kan je allemaal ijsjes halen. En we hebben... Ja, hij ging ineens uit. We hebben dus dit gehaald. Tenminste, ik heb deze gehaald. En dan mag je 5 toppingen. En ik was toen bij de Japas. En toen hadden ze dus Bueno saus. En toen vroeg ik of ze dat hier hadden. Want ik zag dat het diezelfde fles was. Van hetzelfde merk. En ze hadden het letterlijk. Dus ik dacht, oh my god, ik moet. Dus ik had gevraagd en ze hadden hem. Dus ik heb die Oreo, karamelblokjes, aardbei en witte chocoladevlokken. Kapot lekker, dus ik ga lekker eten. En Kira heeft frozen yoghurt, dus... Nee. Hoi girls, Kira en ik staan bij een uitkijkpunt. Ik weet niet of je me kan horen, want er staat echt heel erg veel wind. Maar kijk hoe leuk. We moesten net daar zo 5 trappen omhoog lopen. En we made it. Sleep. En kijk, heel veel mensen gaan hier dan ook naar beneden. Je kan het dan helemaal zo wandelen. Naar, ik denk misschien wel echt het zand. Fucking leuk. I love it. Nou girls, we gaan eten. We hebben een salade en we hebben lekker pizza met champignon en er zit ineens tomaat op. Maar we denken dus dat dat misschien altijd erop zit.
Anyways, we gaan lekker choppen. Het is ondertussen al 7:10. En ik heb zoveel zin om dit lekker te eten. Helemaal yummy. Nou girls, Kira en ik zijn weer helemaal ready om te badmintonnen. We hebben net super lekker gegeten en ik had het helemaal niet verteld. Maar toen we terugkwamen van de koog, het startje dus. Toen hadden we nog met Kira de ouders op terras wat gedronken. En we hadden lekker spelletje gespeeld, super leuk. Alleen ik vind het dan net iets te awkward om te filmen. Anyways, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik ben echt super erg verbrand vandaag. Echt zo dom, ik had me niet ingesmeerd. Dus ja, dat is echt top. Girls, ik zit weer. Oh my god, zo sad. Kijk hoe rood mijn gezicht is. Ik ben echt verbrand. Maar anyways, ik zit. Het is dus alleen echt super kut, want het is 8:00. En ik wilde eigenlijk dat ding om 7:00 of 7:30. Maar hij reed dus blijkbaar op het uur. En die pizza, die was een beetje later dan we hadden gedacht. Dus toen ging die van 7:00 niet meer redden. Dus toen moest ik die van 8:00. Dat is echt fucking kut. Ben ik echt heel erg laat thuis. Ik wilde echt nog rond 9:00 of zo thuis zijn. Maar ja, dat gaat hem helaas niet worden. Anyways, ik had net een keer uitgezwaaid. Ook echt heel erg verbrand. En ja, ik zie jullie wel weer als ik bij de auto ben. Maar ja. Zat joh, want het is best wel rustig. Het is veel rustiger dan op de heenweg. We rijden alleen nog niet. We gaan zo meteen over 2 minuten gaan we varen. Maar ik ga even mijn TikTok editen zodat ik die morgen online kan zetten. Want ik heb vandaag niks online gezet. En ik had vandaag en gisteren ook nog een Insta post gedaan. Dit wit hieronder is echt heel intens. Dus dat ga ik ook even doen. En dan muziekje luisteren. En dan zie ik jullie on the other side. Leuk. Nou guys, ik zit in de auto. Het is 1:40 rijden. Dus ik ga lekker naar huis. Ik kan niet wachten totdat ik thuis ben. Ik heb niet super veel zin om te rijden. Ik kom aan om 10:15. Fucking kut. Maar ja, het zal wel. Anyways, ik zie jullie lekker als ik thuis ben. Ik heb zo warm. Mijn hele gezicht is verbrand. Echt niet grappig. Hey girls, ik ben thuis. Ik was vergeten te zeggen dat ik thuis was. Dus ik was vergeten mijn vlog af te sluiten. Dus don't mind this. Want ik heb eventjes allemaal net zo ziel op mijn gezicht gedaan. Omdat ik dus echt... Oeh, ik val. Omdat ik dus echt wel heel erg was verbrand. Dus ja, ik moet gewoon even dit op mijn gezicht. Lekker mee slapen, zodat het misschien morgen niet zo rood meer is. Anyways, ik ben veilig thuis aangekomen. Super fijn. Ik was hier denk ik iets van 10:45 of zo. Het is ondertussen 11:00. Ik heb net mijn tanden gepoetst. Mijn skincare gedaan. En nu zitten lekker Dines zo ziel op mijn gezicht. En nu ga ik lekker slapen. Ik denk alleen dat ik mijn opladen... ben vergeten. Oh nee, ik heb hem. Wauw, had ik niet verwacht. Slee. Anyways, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik heb het in ieder geval echt heel erg leuk gehad de afgelopen paar dagen. Tessel was echt 10 out of 10. Ondanks dat ik niet echt super fit ben. Ik ben echt heel erg blij dat ik ben gegaan. Het was echt super leuk. We hebben ook lekker veel gebadminton, wat ik ook echt super leuk vond. En ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Als dat het geval is, zou ik echt heel erg waarderen als je het duimpje omhoog zou willen doen. En je misschien zelfs mij wil abonneren. En dan zie ik jullie hopelijk weer in de volgende video. Ik hoop in ieder geval dat deze leuk was. Ik ga lekker slapen en ik zie jullie snel. Bye girls. Het is de volgende ochtend en ik ga me nu klaarmaken naar, om naar werk te gaan. Alleen ik had het helemaal niet aan jullie laten zien. Maar Kier en ik hebben gisteren nog een matching friendship bracelet gehaald. We hebben dus deze. Hij is echt zo super cute. En Kier heeft hem in het oranje volgens mij. Echt heel erg leuk. Alleen we wilden eigenlijk eentje met belletjes. Alleen deze waren 2 euro per stuk en die andere 4 euro. En het was echt, eigenlijk is deze leuker. Alleen die andere had belletjes. Dus toen zeiden we van oké, dan gaan we wel op Malaga. Gaan we er nog eentje halen en dan zorgen we dat die belletjes heeft. Maar ik vond het echt nergens op slaan. 4 euro voor een stukje touw. Ja, sorry. Ik dacht ik ga het echt niet doen. Dus deze was 2 euro per stuk. Wat alsnog best wel duur is. Maar gewoon prima. Dus dat is heel erg leuk. Dus ik dacht ik laat het nog even zien, want ik had het helemaal niet laten zien. Maar ja, want gisteren toen we een ijsje hadden gegeten, waren we nog langs al die winkeltjes en zo gegaan. Maar volgens mij had ik dat ook helemaal niet gefilmd. My apologies. Anyways, ik vond het echt heel erg leuk. Ik ga nu lekker naar mijn werk. Bye!